Heel vaak als je dan een website bekijkt, dan kun je gewoon een ander naampje erop plakken. En dat hele verhaal klopt ook. Omdat we er heilig van overtuigd zijn dat een merk gemaakt wordt door de mensen in de organisatie. Als je continu met de rekenmachine naast wil zitten van, ja, wat levert dat op? Ja, dat kun je niet zeggen met branding. Wil je echt een soort sterk merk bouwen of worden? Een huis bouw je ook niet zonder fundament. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op 7D-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Bij mij te gast Gijs Huisman van G2O. Gijs, van harte welkom. Ja, jouw vak is het om van bedrijven merken te maken, hè? Ja, ja, inderdaad. Nou, dan is dat ook meteen de hoofdvraag. Ja. Hoe doe je dat? Want ik bedoel, dat wil elk bedrijf wel, denk ik. Maar hoe doe je dat? Ja, misschien is het goed om eerst te zeggen van, wat is een merk? Want dat verschilt nog wel eens hoe men daar tegenaan kijkt. En ik zeg altijd, een merk is eigenlijk niks meer en niks minder dan een set aan associaties wat iemand in zijn brein heeft. En dat klinkt een beetje abstract, maar de een die vindt een Albert Heijn misschien arrogant en duur. En de ander die vindt hem misschien heel gestructureerd en geordend en kwalitatief heel goed. Ja. En beide kunnen ze waar zijn. Dus met andere woorden, het is maar net hoe jij zelf tegen een merk aankijkt. En we zeggen daarom wel eens van, je bent eigenlijk niet eens baas over je eigen merk. Dat zit in het hoofd van de klant van je doelgroep. Daar heb je eigenlijk geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt, is welke communicatie je brengt naar dat hoofd. En daar kun je op sturen. Om een zo consistent mogelijk beeld te creëren. Ja, absoluut. Ja. Zoals ooit, weet ik nog, als het aan automerken gaat, Volvo was dan veilig. Is dat een merk of is dat een merkwaarde dan? Dat kan een merkwaarde zijn en die heb eigenlijk veiligheid geclaimd als merk. Want volgens mij was Volvo destijds helemaal niet de veiligste auto. Volgens mij was Renault dat toen de tijd, toen ze dat net introduceerden. Maar het is wel grappig dat zeg maar in het hoofd van een mens blijft, zeg maar. Ja. En daar zitten eigenlijk weer dieper liggende waarden onder wie dat nou precies aanspreekt. En als wij kijken van, want dat is eigenlijk vaak dat een bedrijf zegt, ja, we willen eigenlijk een merk worden, hè, en we willen bekend worden en een merk zijn. Dan zeggen wij van, ja, maar wat doe je dat nou zelf van? Want heel vaak als je dan een website bekijkt, dan kun je gewoon een ander naampje erop plakken en dat hele verhaal klopt ook. Dus mensen die communiceren vaak alleen maar wat ze doen of wat voor product ze bieden. En dan zeker als het om techneuten gaat, dan noemen ze allerlei technische specs op. Mm-hmm. Maar dan zeggen wij van, ja, maar wat zit er nou achter dat merk? En hoe kun je nou kijken naar wie dat merk nou daadwerkelijk maakt? En dan gaan wij in zo'n organisatie kijken van, nou, hoe stroomt die energie nou? Waar wordt dagelijks op geacteerd? Wanneer gaat het hart sneller kloppen van die organisatie? En dat is best wel een interessante materie. Maar wil je vertellen eens, want hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Als je zo'n project start, waar begin je? Nou, we beginnen vaak bij de directeuren-eigenaren. Degene die de organisatie daadwerkelijk leiding geeft. Die zijn ontzettend belangrijk voor het bepalen van de richting van de organisatie. En de cultuur die er is in de organisatie. Maar we kijken ook soms, als het een familiebedrijf is bijvoorbeeld. Dan zeggen ze van, ja, mijn vader doet niet meer zoveel. Die loopt nog een keer rond. Maar dan zeggen wij, ja, laten we die ook eens spreken. Want die kan nog van dusdanige invloed zijn. Dat die in elke beslissing toch in de hoofden van die kinderen toch nog erbij aanwezig is. Terwijl ze misschien daadwerkelijk wel zelf die beslissingen nemen. Dus dan zeggen wij, nou, laten we ook een soort empathische terugblik naar de historie kijken en laten we ook de oprichter bijvoorbeeld eens spreken. Nou, en eigenlijk wat we dan doen is in al die gesprekken, dan luisteren we heel goed naar wat ze doen, maar ook hoe ze denken, hoe ze handelen, wat zijn de soort verborgen overtuigingen die er tussen de regels doorzitten, maar ook hoe ziet een kantoor eruit of hoe ziet een bedrijf eruit. Al dat soort aspecten, dat geeft heel veel inzicht over hoe die mensen zijn en hoe ze in het leven staan. En wat doe je nou als je een hele hoop ellende tegenkomt? Of tenminste, laat ik het anders zeggen. Wat doe je dan als je een hele hoop inconsistentie tegenkomt? Dan zegt dat ook iets over hun identiteit. Ja. Dus het gaat er ons niet zozeer om een waardeoordeel te vellen. Maar wel om te kijken van, hoe kun je die identiteit nou precies duiden? Mm-hmm. Nou, en dan hebben wij een bepaalde methodiek, zeg maar. Dat is aan de hand van een model van Lawrence. Dat is een Harvard-professor, die leeft niet meer. Maar die heeft zijn hele leven eigenlijk onderzoek naar gedaan. Waar zit nou de diepste intrinsieke motivatie van de mens? En dan kwam die op 4 basisniveaus uit. Dat is acquire, learn, bond en defend. En die 4 drijfveren, zoals we dat dan noemen, die proberen wij op organisatieniveau te analyseren. En dan kijken wij van, waar zit nou de dominantste energie in deze organisatie? Dus stel voor dat er een hele grote inconsistentie zit, dan kan dat bijvoorbeeld duiden op een bepaalde hoge mate van learn, dat ze overal iets inzien en denken van, oh, dan gaan we dat proberen en dat proberen. Nou, en dan zegt dat weer iets over de identiteit. En dat is dan blijkbaar aanwezig in zo'n organisatie. Maar in hoeverre ben je een psycholoog, zeg maar? Nou, dat zijn we niet, maar... Nee?
we weten wel wat van de mensheid af. En het is wel een soort snijvlak waarop we acteren tussen psychologie, marketing en communicatie. En je kan dit vaak niet doen zonder diepgaand naar de mensen te kijken. Omdat we er heilig van overtuigd zijn dat een merk gemaakt wordt door de mensen in de organisatie achter dat merk. Hoe verkoop je dit? Ik kan me voorstellen dat in het begin, als je dit zo pitcht, dat een klant denkt, oh ja, dat snap ik, natuurlijk. Maar op het moment dat je dan echt aan de slag gaat, dat men dan een soort van, ik kan me voorstellen, of sceptisch of ongeduldig of misschien. Hoe werken dat soort processen? Dat hangt een beetje van de vraag af. Soms is de vraag heel bazaal. Dan zeggen ze van, joh, we willen een website hebben, maar we weten niet goed hoe we ons verhaal moeten overbrengen. Ja. Maar dan weten ze soms ook niet eens wat hun verhaal is of ze een verhaal hebben. En dan proberen wij dat zeg maar te duiden. Maar het kan ook een vraagstuk zijn dat een bedrijf zegt, joh, we worstelen al 4 jaar met een merk in de markt zetten. We zijn een productiebedrijf, maar we krijgen het maar niet voor elkaar. Terwijl het product goed is. Terwijl het product goed is. Maar dan zitten er vaak andere krachten in zijn organisatie die dat tegenhouden. En dan gaan wij kijken van wat gebeurt er nou precies in zijn organisatie. En dan kom je tot hele bizarre dingen. Wij houden ze eigenlijk een spiegel voor. Ja. En we vragen altijd als ik bij zo'n klant kom van joh, mag ik eerlijk zijn? En dan zeggen ze vaak volmondig, ja graag, want we willen heel graag dat je eerlijk bent. Totdat je het hoort. Ja, maar totdat je ze conformeert zeg maar, met wat je echt ziet. Zeg maar. En ik zeg altijd van, elk mens heeft een soort blinde vlek en een vis weet ook niet hoe water eruit ziet, terwijl die wel dagelijks in zit. Dus als je dan die spiegel gaat voorhouden, ja, dan kan het soms ook pijnlijk zijn. Niet dat het doel op zich is, maar je kan ze soms wel een droom ontnemen die gewoon niet haalbaar is. Dus daar ben je eerlijk in. Ja, daar zijn we eerlijk in. En vaak na afloop, dan als dat die boodschap een beetje beklijft en bezonken is, dan zeggen ze ja, fijn en bedankt voor het advies. Maar soms betekent dat ook het einde van onze opdracht, omdat we dan gewoon eigenlijk niks meer te doen hebben. Want hoe kan dat dan? Maak dat eens concreet. Wat kan er dan zijn dat je niet meer verder kan eigenlijk? Nou, stel voor dat bijvoorbeeld een afhankelijk van het soort bedrijf, maar stel voor dat je een productiebedrijf hebt en je wil eigenlijk een merk in de markt zetten voor een eindklant, voor een einddoelgroep. Maar je levert altijd zeg maar naar een soort halffabrikaat en je denkt, ja, maar ik wil zelf een product in de markt zetten. Want al mijn klanten die gaan met mijn ingrediënten iets moois maken, maar ik wil dat zelf nu doen. Dan kan het zijn dat je een hele sterke mate van een procesoriëntatie in je bedrijf hebt. Dus dat betekent weer, als je dan weer teruggaat naar het model van Laurens, dat je misschien een hele hoge defend-energie in je organisatie hebt. Dus dat je heel kostenefficiënt gedreven bent. En dan komen wij eraan en zeggen van, ja, als je merk in de markt wil zetten. En zeker stel voor dat het om een consumentenmerk gaat en jij fabriceert iets. Dan zeggen we, ja, maar dan moet je wel een marketingbedrijf, je moet dan naamsbekendheid bouwen. En dan gaat zo'n directeur meteen tegen ons zeggen, ja, maar wat levert dat op en wat kost dat? Mm. En dan zie je weer dat die defend-energie om de hoek komt kijken. En dan zie je dat die krachten van die energie zo sterk zijn. Dan zeggen we, ja, als we dat dan zien en je hebt zo'n sterke procesoriëntatie, ja, dan ga jij nooit het kunnen om een merk in de markt te zetten. Want als je continu met de rekenmachine naast wil zitten van, ja, wat levert dat op? Ja, dat kun je niet zeggen met branding. Dat is geen harde feiten, zeg maar. Dat je zegt van, dit stoppen we erin en dat komt eruit. Mm. En dan zie je dat kunnen ze met een fabriek wel. Want dit stop je erin en dat komt eruit. En het proces, dat kun je calculeren. En dan zie je van, hoe sterk die energie is. En dan zeggen wij, nou, gezien die energie. En dan geven we dat allemaal terug. En dat is die spiegel voorhouden. En dan zegt zo'n klant, oh ja, nu begrijpen we dat. Terwijl ze misschien jaren geworsteld hebben. En een soort overtuiging hadden, ja, we moeten dat gaan doen. Jij hanteert veel theorie, misschien is wel een leuk idee trouwens voor de mensen die nu kijken of luisteren, dat we in de beschrijving van deze video ook een aantal linkjes aanbrengen naar jullie toe, waar je die theorieën verder kan duiden. Ja. Want er zijn wel verschillende kijkers die dat denk ik leuk vinden. Zijn er nog meer, want iedereen kent natuurlijk de Sinex Circle en zo, ik kan me voorstellen dat die ook wel ergens uit de kast haalt. Ja. Maar zijn er nog meer theorieën of denkers waarvan je denkt van, oh ja, daar kan ik heel veel mee? Ja, zeker wel. Als het gaat richting branding, dan gebruiken wij ook zeg maar de archetype van Carl Jung is dat. Dus dat is, kijk, eerst kijken wij van wat nemen we allemaal waar in die organisatie. En wij zeggen dan tegen zo'n klant, ga dan dat gevoel wat in je leeft. Dat gevoel kun je vaak heel goed overbrengen als je aan tafel zit. Mm-hmm. Maar men vindt dat lastig, zeg maar, voordat je iemand aan tafel krijgt, om dan dat gevoel te communiceren. Want dan gaat het heel vaak over je producten of je diensten. En dan zeggen wij, laten we dan dat gevoel, die immateriële waarde, juist koppelen bovenop je product- of dienstwaarde. Nou, en dan ga je eigenlijk een merk bouwen, want men legt niet een verbinding met een product of dienst aan zich, maar die diepere verbinding moet tot stand komen met een orgaan achter dat merk.
Nou, vervolgens kijken wij, als we dat dan geduid hebben, van hoe kun je dat karakter en die energie nu over gaan brengen. En dan gebruiken wij de tooling van Carl Jung. En dat zijn 12 hoofdarchetypes, een soort oerkarakters. Ja. En iedereen kan heel makkelijk bijvoorbeeld een held herkennen, of iemand die een ontdekker is, of iemand een wijze die overal antwoord op heeft. Ja. Nou, en zo zijn er dan 12 hoofdkarakters. En dan kijken wij, gezien de identiteit die we waarnemen bij onze klant, hoe kun je dat vervolgens dan gaan communiceren en welk primair en secundair hoofdkarakter past daar dan bij? Bij je bedrijf. Bij je bedrijf bijvoorbeeld, maar dat kan ook bij je positionering zijn voor je productmerk. Ja. Nou, en vervolgens, dat houdt nogal wat in, want dat bepaalt de hele tone of voice in je communicatie. Want stel dat je zegt van, nou, we zijn een wijze die overal antwoord op heeft. Ja, dan communiceer je heel anders als een held die een hero is en die eigenlijk van de daken schreeuwt. Dus dat roept een heel ander gevoel op in je communicatie, maar dat trekt ook een ander soort klanten aan. En daarmee zit je lock-in ook even commercieel gezien. Ik kan me voorstellen, als dit gaat vloeien en het werkt op een gegeven moment een opdrachtgever, dan kun je dus het helemaal doortrekken in strategie, in uitingen, in hoe een merk eruit moet zien. Ja. Want dan gaat het hele proces door. Ja, want het is heel erg van belang dat je zeg maar voor de markt, zeg maar voor je doelgroep, geloofwaardig bent in het verhaal wat je vertelt. Dus dan moet je dicht bij jezelf blijven. Dus dan moet je wel weten wie jezelf bent. En vervolgens moet je ook op een bepaalde manier onderscheidend zijn. En ik zeg altijd van, nou, die producten of die diensten die zijn vaak niet zo onderscheidend. Maar het DNA van je organisatie wel. Dat is de ziel van je bedrijf. Ja. Nou, dat onderscheidend vermogen moet je ook laten voelen en gaan communiceren. En dan moet je dat een keer wel vastleggen. En dat geeft dan richting voor al je communicatie. Ja. Dus dan, maar ook voor al je strategische afwegingen. Dat helpt vaak ook een bedrijf als ze zeggen, ja, oké, dan kunnen we dit laten, dat laten. Want we hebben nu focus en we weten wie we zijn. En wat bij ons past en wat niet bij ons past. Bij wat voor merk zal het moeilijk kiezen, kan me voorstellen. Maar uit jouw klantportfolio, als je terugkijkt, denk je, nou, dat is een mooi voorbeeld hoe dat goed gelukt is. We hebben wel voorbeeldjes. Wij hebben niet echt bekende merken, zeg maar. Dus het zijn, maar we hebben bijvoorbeeld wel een. Dat was een biggen opvolkmelk product, zeg maar. Dus in de diervoeder, een niche was dat. Ja. En daar hebben we eigenlijk dit hele traject goed gedaan. En ook goed in de markt gezet. Hè? Want het is niet alleen dat je het weet wie je bent en dat je dan vervolgens klaar bent. Je moet ook gaan communiceren. Dus je moet dan gaan werken aan je branding. En dat was een nieuw product wat in de markt geïntroduceerd werd. En na een half jaar zei de eigenaar, hij zegt, ja, we hebben eigenlijk een probleem. Want de naam van het product is sterker en bekender dan onze naam van de organisatie die erachter zit. En dan zie je van, als je dat goed neerzet en ook goed in de markt introduceert, in de juiste doelgroep natuurlijk. En je hebt de juiste boodschap, dat het ook daadwerkelijk werkt. Mm-hmm. Maar je ziet het gewoon met veel meer bedrijven waar we mee bezig zijn. Dat ze ook een soort zelfinzicht krijgen door die zelfreflectie die we eigenlijk doen. Ja. En dan moet een bedrijf voor openstaan. En als je ze dan helpt in de communicatie, zeg maar, dan gaat een soort energie stromen. Maar dan kom je ook in een soort flow. En dan, is dat een keuze dat je niet voor de grotere merken werkt en alleen voor kleinere merken? Ja, dat groeit een beetje. Ik denk, dat heeft ook met onze eigen identiteit te maken. Ik praat zelf heel snel en makkelijk met een ondernemer, zeg maar. En zeker ook met marketingmensen wel. Maar ik ben zelf een snelle schakelaar. En als je dan met de ondernemer aan tafel zit, die hakt ook snel knopen door. Dus het is ook een beetje soort principe, denk ik. Ja. En als dingen via 6 lagen gaan en er rolt dan wat uit, dat past gewoon niet bij mijzelf. Dus ik denk dat het een soort natuurlijke selectie is die plaatsvindt. Ja. Je ziet vandaag de dag, zie je ook steeds meer dat personenmerken worden. Hè? Je ziet dat in de influencers scene en in de YouTube-podcast wereld en jonge garde allemaal. Zijn steeds meer persoonlijke merken. Werkt dat dan precies hetzelfde of is dat een heel ander métier? Nee, ik denk dat er wel grote overeenkomsten in zitten. Want we zeggen altijd van, er moet een connectie komen tussen twee identiteiten, als je het abstract zegt. En dan die identiteit is de ene keer misschien een orgaan van bedrijven waar veel meer individuen in aanwezig zijn. En als het over personal branding gaat, is dat eigenlijk net zo. Want je hebt een bepaalde identiteit. Daarover ga je iets communiceren. En dan heb je misschien een podcastkanaal. Maar dan nog steeds zit er een bepaalde energie in jou als persoon. Ja. Nou, en die energie die moet in verbinding raken met een bepaalde doelgroep die daarop aangaat. Mm-hmm. Nou, en dat is eigenlijk hetzelfde principe. Ik zeg altijd van, zelfs tussen man en vrouw kun je bepaalde dingen zo duiden. In een relatie bewijzen van. Dus in je partners bijvoorbeeld. Maar ook in dat soort dingen met personal branding werkt het eigenlijk ten dele wel. Is het makkelijker? Nou, in die zin is het makkelijker doordat je één individu hebt die je kan analyseren. En
ik denk in die zin dat het makkelijker is als je weet wie je bent. En je gaat daarvoor, zeg maar, en je besluit daar dat te gaan communiceren op een goede manier. Ja. Dat het minder complex is als dat je een MT hebt, bijvoorbeeld met een directielaag erboven, met een hele organisatie. Want dat zijn allemaal losse individuen. Mm-hmm. En vaak zit het wel een soort gemene deler, maar dan heb je meer krachten in een cultuur die eraan bezig zijn als dat je één individu hebt. Ja, maar het is misschien moeilijker om daar één consistent geheel van te maken dan. Ja, nou, heb meer uitdagingen, omdat je natuurlijk allemaal ook weer eigen persoonlijke belangen kan hebben. Maar vaak zit er wel een soort gemene deler in, want je werkt niet voor niks bij een organisatie. En als je dat met plezier doet, dan zit er iets wat jou ook persoonlijk weer verbindt aan zo'n organisatie of aan zo'n merk. Hoe ver gaat jullie dienstverlening als G2O? Want beginnen jullie altijd met zo'n scan? Of kunnen jullie ook, zeg maar, later in een proces inzoeken? Want hoe ziet die dienstverlening? Meestal beginnen wij daar wel mee. Ja. Omdat we ervan overtuigd zijn, als je daar inzicht in hebt, dan gaat alle dingen die daarna komen, die gaan vele malen beter. En we zeggen altijd van, één keer moet je dat fundament leggen. En wil je echt een soort sterk merk bouwen of worden. Een huis bouw je ook niet zonder fundament. En wij zeggen altijd van, nou, laten we daar starten en dat op een goede manier doen. En dus de klanten die we hebben, die zien dan ook dat het belang ervan in. Mm-hmm. En dan starten we eigenlijk daarmee. Dan maken we eigenlijk eerst een analyse van de identiteit. Dat noemen we een soort brandscanfase. Mm-hmm. En vervolgens kijken we van, nou, wat betekent dat dan voor je brandstrategy? Dus die moet geworteld zijn in je identiteit. Nou, en als je dat dan weet, dan zeggen we, oké, laten we dan alle basiscommunicatiemiddelen neerzetten, zodat het een consistent verhaal is. Ja, ja. En dat je naar buiten kan treden. En dan kun je het van de daken gaan roepen dat je bestaat. En dan heb je eigenlijk je brandingfase. Hebben jullie dit zelf ook gedaan? Ja. Dus jullie hebben geen versleten zolen? Nee, we zijn er heel lang mee bezig geweest. Ja. Want we hebben dat in 2019 gedaan. Toen ging ik begrijpen waarom soms een klant een maand moet denken. terwijl ik juist van de snelle actie ben en denk doorpakken. Ja. Toen dacht ik van, intern hadden we best wel in positieve zin discussies over dingetjes. Ik weet nog dat iemand een keer zei van, ja, misschien moet het zwart-witte uit onze huisstijl weg. En ik denk, nou, ze zijn gek geworden, joh, dat ga ik nooit doen. Maar toen voelde ik eigenlijk zelf als ondernemer wat een klant soms ook doormaakt. Als wij zeggen, joh, zou je eens niet nadenken over een hele andere naam? Dan denken altijd, nou, dat doe je toch even. Maar dat is best wel een heel groot iets, omdat je gewoon ook een bepaalde verwevenheid ermee hebt als ondernemer en oprichter. Met iets wat vanuit de oorsprong zo ontstaan is. Ja. Dus dan, dat hebben we ook gedaan en daar hebben we een jaar voor nodig gehad. En dat is eind januari was het klaar vorig jaar. En januari dit jaar hebben we dat gelanceerd. En dan merk je gewoon als je de boodschap en je boodschap is helderder, maar er zit ook een bepaalde focus in je verhaal, dat ook duidelijker wordt en dat de markt beter begrijpt waar je voor staat, wat je niet biedt, maar ook wie je bent. Design is belangrijk, hè? Want ik zeg dat bewust omdat ik, half jaar geleden zo denk ik, of drie kwart jaar geleden bij jou voor de eerste keer op bezoek kwam. En dat gaat dan vaak gepaard met eerst een bezoek aan de website. En ja, ik kan niet anders zeggen, moet je zo meteen iets meer over vertellen, maar die website is geweldig, vind ik. Maar dat niet alleen, als je die website hebt bezocht en je komt dan bij jullie op kantoor, dan klopt dat. Mm-hmm. Hoe belangrijk is design daarin? Heel belangrijk. Je moet eigenlijk, denk ik, goed de brug weten te maken als het over design gaat tussen de identiteit en hoe vertaal je dat naar het juiste design, dat het design het juiste gevoel oproept en uiteindelijk weer consistent is. Want hoe vaak zie je niet een bepaald plaatje aan de buitenkant en dan kom je inderdaad in een bedrijf of in een kantoor en dan denk je, ja, dat is totaal anders. Maar uiteindelijk het beeld wat je oproept, wat jij net schetst, als je onze site bezocht hebt en je komt daadwerkelijk bij ons binnen, dan moet je hetzelfde gevoel krijgen en dat moet nog sterker zijn dan die site. Dat moet in één lijn consistent zijn. Ja. En ik denk als bedrijven dat goed doen, dat zijn allemaal van die kleine signaaltjes, dan gaat dat merkgevoel steeds meer leven en ontstaan. Ja. En uiteindelijk maakt dat iets los in degene die dan of binnenkomt of die mogelijk met je in zee wil gaan. Geen eenvoudig website, geen standaard WordPress templateje. Nee, daar hebben we veel tijd aan besteed. Ja. En middelen. Ja, heb je maar zelf ontwikkeld? We hebben het zelf ontwikkeld. We hebben wel een 3D-artist gehad om onze brandmovie te ontwikkelen. Ja. Dus dat verhaal in die brandmovie proberen we eigenlijk, wat we net een beetje tegen elkaar vertelden, dat proberen we in die brandmovie eigenlijk tot de uitdrukking
uitdrukking te brengen. Maar er zit, wij hebben zelf als archetype de magician, zeg maar, en de creator. Ja, en dat de, zie je terug. Ja, en dat zie je een beetje terug in onze uitingen natuurlijk. Want de magician die doet iets wonderlijks, die creëert iets, die heeft een bepaalde magie. Transformatie, dat zijn woorden die bij de magician horen. Maar vaak weet een klant ook niet precies wat we gaan doen als ze tegen mij zeggen van Gijs, jullie mogen gaan beginnen. Mm. En dat klinkt een beetje vreemd, maar ik beschrijf het allemaal keurig. Maar dan horen we vaak achteraf, ja, we hadden er vertrouwen in. Maar eigenlijk heel ten diepste wisten we niet precies wat we nou gingen krijgen. Mm. Nou, en dan zijn ze vaak heel verrassend als we dingen teruggeven en dingen aan het creëren zijn. Maar dat is ook typisch wat bij ons hoort. We willen eigenlijk een beetje een soort verrassend effect creëren. Dat was absoluut aan de orde. En ik daag mensen echt uit om die website te bezoeken. Want hij is echt geweldig, vind ik. Tot slot, wat is het effect van... we leven nu in een aparte tijd, zullen we zeggen. Dan kan ik vragen, wat is het effect op jouw bedrijf? Maar laat eerst in het vakgebied stappen. Wat is het effect op trouw blijven aan je merk in tijden dat shit hits the fan, zeg maar? Ja, dat is denk ik best belangrijk. Tenminste, ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is. Alleen, je hebt ook het geldaspect, denk ik. Wat bij een hoop bedrijven meespeelt. En bij ons eigen bedrijf natuurlijk ook. Alles komt even onder zware druk te staan. Mm-hmm. Maar dan is denk ik van belang dat je verhaal consistent toch blijft uiten. En je zag dat natuurlijk in de tv-commercials. En heel veel reclames werden stopgezet. En de budgetten bevroren en teruggedraaid. En op zich allemaal logisch, want het was een soort paniek. Reactie. Maar je ziet toch, als je gewoon in deze tijden blijft roepen, ik zou zeggen, ja, blijf juist roepen, want mogelijk dat de concurrentie dat minder doet of letterlijk de financiële middelen niet heeft. Mm-hmm. Maar dat je, als je dan blijft roepen, dat je consistent is, maar het geeft ook iets van zekerheid en vertrouwen weer. Als je nu zichtbaar gaat zijn in de markt, dan sta je achter je eigen merk, maar je laat ook zien dat je steady bent en dat je door blijft gaan in positieve zin. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Geldt dat ook voor kleine bedrijven trouwens? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je ook slim met bepaalde dingen kan omgaan. Misschien zijn er bepaalde uitvalposities die je slim kan inkopen. Daar helpen wij bedrijven ook mee. Dus dan wordt het misschien wel in één keer haalbaar dat je op een billboard kan staan langs een snelweg. Of misschien wel juist net dat ene kanaal kan benutten. Of misschien online een bepaalde serie kan afnemen met branded content, zeg maar. Wat weer goed is voor je SEO en je linkbuilding. Dus er zijn tal van mogelijkheden. Ja. Alleen vaak weet een ondernemer zelf niet al die routes en die sluisjes, zeg maar, en die wegen om dat slim in te kopen. En dat vind ik altijd leuk om een ondernemer daarbij te helpen. Dat je zegt van, joh, dit en dat kun je doen. Mm-hmm. En dan is het in één keer wel soms haalbaar, weet je wel? Ik wens je daar heel veel succes mee. Ik vind het een boeiend verhaal. Het heeft mij wel geleerd, ook vanaf het moment dat ik bij jou op bezoek kwam, dat dit is echt een vakgebied wat heel veel verschillende raakvlakken heeft. Maar het is veel meer dan sales en zakelijk, hè? Ja, veel meer, ja. Ja, je moet interesse hebben in de mens, denk ik, om dit goed te kunnen doen. Maar het blijft ons boeien. Ja. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op CVD-TV. Ook als je hebt geluisterd, dankjewel. Wil je meer zien, abonneer je dan op ons kanaal. En dan zie je altijd alle nieuwe video's en podcasts, zodra ze live zijn. Voor nu dankjewel. Hoi.